28 november 2012. De beste groeiondernemingen van Nederland worden beloond met een High Growth Award. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht wordt per regio een winnaar bekendgemaakt. Eén van hen wordt uiteindelijk de overall winnaar. De overall winnaar van de High Growth Awards 2012 is geworden... De verkiezing is een initiatief van Port for Growth. We kennen inmiddels voldoende voorbeelden van de bekende namen van bedrijven. En wat wij willen bereiken met die High Growth Awards is dat er weer eens nieuwe bedrijven die ook het waanzinnig goed doen, is dat die wat meer voor het voetlicht komen. De High Growth Awards worden mede mogelijk gemaakt door partners Grant Thornton, Rabobank en Philips Innovation Services. Groeibedrijven zijn cruciaal voor de Nederlandse economie omdat ze zorg dragen voor het grootste deel van de werkgelegenheidsgroei en bovenal voor ons innovatievermogen van ons land. De jury heeft kwalitatief beoordeeld op basis van het Port for Growth groeimodel. Tevens is er gekeken naar de kwantiteit op basis van omzetgroei over de jaren 2009, 10 en 11. Het winnen van de High Growth Awards staat voor een onafhankelijke erkenning voor buitengewone groeiprestaties. De themaprijs Gezonde Financiële Groei gaat naar Haco Telelift Parts. Rabobank draagt heel graag bij aan de High Growth Awards omdat het iets positiefs is. Freedom World gaat er met de themaprijs Innoveren, Maken en Groeien vandoor. Wij geloven dat structurele groei alleen maar gebaseerd kan zijn op innovatie. En Beslist.nl wint de prijs voor uniek waardecreërend businessmodel. Onze doelgroep zijn snelgroeiende bedrijven en wij proberen voor die bedrijven de groeikansen zoveel mogelijk te ontdekken voor hen. Het jaarverslag van de Multinational voor Groei wordt gepresenteerd en uitgereikt aan de aanwezigen. Het is een bijzonder bedrijf dat is vormgegeven door de 82 genomineerden van de High Growth Awards, waarvan één geconsolideerde jaarrekening is gemaakt. In het auditorium vindt de uitreiking van de publieksprijs plaats en er wordt een overall winnaar bekendgemaakt. Er worden 6 regioprijzen uitgereikt waaruit 1 overall winnaar bekend wordt gemaakt. Na de vertoning van de filmpjes van de 4 genomineerden mag het publiek stemmen op hun favoriet. Waar moet Hamilton Bright winnen? Omdat dat goed is voor alle medewerkers die er zo hard aan getrokken hebben. Waarom moet Sparco winnen? Nou, ik vond sowieso dat we een heel erg leuk filmpje hadden, dus dankzij de filmmakers ook. Er is zelfs een tweede stemronde nodig om de publiekswinnaar aan te wijzen. Het moet een verschil zijn. Het is heel... En dat wordt Sparco International. Maar zeer van harte gefeliciteerd met deze publieksprijs. Zeer verdiend. De overall winnaar wordt Emesa, beter bekend van vakantieveilingen.nl. Nou, als je als bedrijf een missie hebt en die luidt mensen gewoon laten genieten, dat is voor mij eigenlijk al een winnaar. Ons geheim is eigenlijk buiten de gebaande paden gaan nieuwe business ideeën ontwikkelen die nog nooit iemand geprobeerd heeft en daar heel sterk in zijn. Heel klantgericht en een hoge klanttevredenheid. De High Growth Awards werden voor de 6e keer uitgereikt.